Beste kijkers, we zullen u nu een bericht brengen over een aanrijding die gistermorgen heeft plaatsgehad. De volgende beelden zijn echter nogal schokkend. We vragen u daarmee rekening te houden. De politie van het resort Flora kreeg gisteren via de centrale meldkamer een melding binnen van een aanrijding tussen een auto en een bromfietser. Op de plek aangekomen trof de politie het verkeersslachtoffer, een bromfietser met een ernstige beenfractuur. Hij was niet aanspreekbaar en werd per ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis. De bromfietser is opgenomen op de afdeling intensive care. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen in dezelfde richting over de Koesewijnenstraat naar de brug toe. Ter hoogte van de Marowijnenstraat beschreef de bromfietser een rechtse bocht zonder voorrang te verlenen aan het doorgaand verkeer. Het gevolg was dat hij werd geramd door de auto. Hij belandde op de kap en viel op het wegdek en liep daarbij een ernstige beenfractuur en barst aan het hoofd op.